Petronas Suriname, INP, heeft met de succesvolle Fusia 1 exploratieput in blok 52 een belangrijke olie- en gasvondst gedaan. Deze ontdekking, samen met eerdere vondsten in het gebied, draagt bij aan de veelbelovende ontwikkeling van de offshore olie- en gassector in Suriname. Staatsolie is verheugd over deze vooruitgang en zet in op internationale partnerschappen om de exploitatie van Surinames offshore reserves te bevorderen. Suriname Airways en Wind Air zijn een strategische partnerschap aangegaan om een uitgebreid netwerk van naadloze reisverbindingen te bieden. Dit partnerschap dat reizigers dezelfde dag verbindingen biedt naar eilanden buiten Sint Maarten, zoals Antigua en Dominique, is een reactie op de behoefte van moderne reizigers. Het stelt passagiers in staat om met één ticket meer trapsreizen te boeken, waardoor het reizen naar bestemmingen zoals Sint Maarten via Aruba of Curaçao eenvoudiger wordt. Deze samenwerking breidt het netwerk van Suriname Airways uit en biedt klanten meer reismogelijkheden naar het Caribisch gebied, de Nederlandse Antillen, Zuid-Amerika en Europa. De SPWE is gestart met een training voor 17 marktventers van marktleiding 11A, gefinancierd door het BNTF-10-project van de Caribbean Development Bank, CDB. De training loopt tot 12 juni en richt zich op ondernemerschap, veerkracht, verpakking en etikettering. Minister Stephen McAndrew opende de training en benadrukte het belang van mentale weerbaarheid voor ondernemers. Andere sprekers, waaronder DC Bholanat Narayan en SPWE-directeur Etienne Edman, wensten de marktventers succes.